Dag lieve mensen, mijn naam is Rennie Hoyers en namens het Haags Gemeentearchief heet ik u allemaal heel hartelijk welkom in onze nieuwe lezingenzaal. Vandaag gaan we het hebben over Nederlands-Indië en de voormalige bewoners van dat land. En dat gaan wij doen met een bijzondere gast. En deze gast die is in 1988 afgestudeerd als niet-westers sociologe aan de Landbouwuniversiteit te Wageningen. Met als specialisatie niet-westerse agrarische sociologie, rechtsantropologie en tropische plantenteelt. Klopt dat? Ja. En in 1997, dames en heren, want ze heeft nog veel meer gedaan, heeft ze haar proefschrift gepubliceerd. En dat ging over de Javaanse suikerindustrie in de 19e eeuw. En dat proefschrift dat was getiteld Van suikermolen tot groot bedrijf. En daarnaast heeft ze ook verschillende projecten gedaan. Onder andere voor de Stichting Onderzoek Terugkeer en Opvang, SOTO. En ook voor het NIOT. En dat project dat heette Van Indië tot Indonesië. Ze heeft verder ook projecten gedaan voor het Verzetsmuseum Amsterdam, waar ze vooral betrokken was bij het onderzoek voor de permanente tentoonstelling over Nederlands-Indië. Zij was bovendien 3 jaar actief voor het Nationaal Archief. En daar was zij projectcoördinator voor de website Nederlands-Indië. Daarnaast zat ze in de redactieraad voor de tentoonstelling over Indische geschiedenis in Museum Bronbeek. En momenteel is ze coördinator tentoonstellingen en kenniscentrum bij het Indisch Herinneringscentrum. Ze heeft daar onlangs een tentoonstelling georganiseerd, of die liep al vanaf februari. En die is net gisteren afgelopen. En dat heeft ze gedaan samen met het Molukse Historisch Museum. Deze tentoonstelling die heette Ons Land, Decolonisatie, Generaties, Verhalen. Mensen, ik wil u vragen om uw telefoons uit te schakelen en uw vragen te bewaren tot aan het einde. We hebben straks een vragenronde, dan gaan we in gesprek. En dan vraag ik graag uw aandacht voor Margaret Leidelmeijer. Okay. Dankjewel, Renier, voor je inleiding. En ik had niet gedacht dat er zoveel over me verteld zou worden. Ik had het even angstvallig verzwegen. En ik wil natuurlijk ook bedanken voor de uitnodiging die ik heb gekregen om deze lezing te geven. Nou, ik ben zeer vereerd dat er zoveel mensen op afgekomen zijn. Er komt zelfs een extra lezing. Dat had ik echt niet verwacht. Dus dat is heel fijn. Nou, dan zal ik nu maar beginnen met de lezing. In 1975... Even kijken. Of die het doet, ja. In 1975, jullie hebben het steeds gehoord, het liedje van Wieteke van Noord, Arm Den Haag. En de zin die het meest bijblijft is: Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. Mijn weduwe is onlosmakelijk een erfenis verbonden. Er is een positieve erfenis, een stad met een grote Indische gemeenschap, met een bloeiend cultureel Indisch leven, met veel Indische, Indonesische toko's, eethuisjes, restaurants, Indische organisaties en mooie Indische buurten. Maar daarnaast bestaat er ook een pijnlijke erfenis. Het lied Arm Den Haag vertolkt herinneringen en gevoelens die leven bij een groot deel van de Indische gemeenschap. Herinneringen die verbonden zijn aan die mooie tijd in de voormalige kolonie. Het tempo-doelengevoel. En daarmee gepaard gaan gevoelens van ontheemding, heimwee en pijn. Hier zien jullie op de dia zien jullie een schilderij. En dat is in het lief Indië genre. Dus zo zien mensen uit de koloniale periode het liefst Indië. Mooi, lieflijk, idyllisch. De herinneringen aan de voormalige kolonie zijn echter heel divers. Over herinneringen aan de Japanse bezetting, aan het vertrek uit Nederlands-Indië en Indonesië en de opvang hier in Nederland wordt meestal gezwegen, omdat deze pijn doen. Of omdat er geleerd is hierover te zwijgen. In het naoorlogse Nederland was weinig aandacht voor deze verhalen. Nederland zelf moest nog bijkomen van het leed van de Duitse bezetting en richtte zich op de wederopbouw. Er was geen ruimte voor ander leed, voor andere verhalen. Ook over de schaduwzijde van de koloniale tijd en de koloniale oorlog wordt gezwegen. Deze schaduwzijde staat namelijk lijnrecht tegenover de mooie herinneringen aan het leven in Nederlands-Indië. In deze lezing zal ik ingaan op hoe Indisch Den Haag in de loop der tijd
tevens uitgroeit tot een nationale plek voor herinnering, herdenking en erkenning voor het leed dat de Indische gemeenschap tijdens de Japanse bezetting en de decolonisatie is aangedaan. En onder de Indische gemeenschap schaar ik alle mensen die na de oorlog tot 1968 van de voormalige kolonie Nederlands-Indië of Indonesië naar Nederland zijn gekomen. Ik beperk me niet tot bepaalde etnische groepen. Iedereen. Dus zo inclusief mogelijk. In de ontwikkeling naar een nationale plek speelt de regering een belangrijke rol als oud werkgever en in de ogen van de Indische gemeenschap verantwoordelijke voor de nasleep van de decolonisatie. Het is een historisch gegroeide band. Dus we gaan even ingaan op de band tussen Nederland en Nederlands-Indië en Den Haag. De band tussen de kolonie Nederlands-Indië en Den Haag stamt uit het begin van de 19e eeuw. Na de Franse overheersing, dat eindigt in 1814, komt in 1815 koning Willem I aan de macht. Hier ziet u hem echt in vol ornaat. Als koning van het Koninkrijk der Nederlanden brengt hij de regeringszetel terug naar Den Haag, naar het Binnenhof. Na het congres in Wenen van 1814 tot 1815 krijgt het Koninkrijk der Nederlanden zijn bezittingen in Azië weer terug. Deze waren in handen gevallen van de Britten. Java was toen de belangrijkste kolonie. En zoals jullie hier op het kaartje zien, eigenlijk bestond die bezitting waren helemaal niet zoveel. Met name hier zo op Java, een gedeelte daar in de Banken-eilanden, in Zuid-Celebes en hier in de Molukken. En de rest hadden ze, bepaalde punten aan de kusten hadden ze invloed. Maar niet echt over het hele gebied. Het was toen de tijd in de periode daarvoor ook meer een handelskolonie. Koning Willem I, zijn bijnaam is Koopman Koning, heeft grote plannen met Java. Hij wil van dit eiland een exploitatiekolonie maken. En met de winsten wil hij zijn koninkrijk economisch tot bloei brengen. Met dit doel voor ogen bepaalde de koning, bijgestaan door de minister van koloniën, het beleid in de kolonie. In de kolonie zelf wordt dit beleid uitgevoerd door het gouvernement. Het is een ambtenarenapparaat. Met aan het hoofd de gouverneur-generaal. Ook wordt er een leger opgericht, het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger. Nou, en om Java er zijn heel veel discussies over geweest van hoe ga je dat nou aanpakken. Wordt in 1830 wordt het cultuurstelsel geïntroduceerd. U ziet hier gouverneur-generaal Van den Bosch. Hij was onder wiens bewind het cultuurstelsel werd geïntroduceerd. En dit was een stelsel van gedwongen gouvernementsteelt van exportgewassen. De belangrijkste gewassen waren suikerriet, indigo en koffie. Deze producten worden dan naar Nederland verscheept met de Nederlandse handelsmaatschappij, die toen de tijd ook opgericht was. En die werden dan met winsten verkocht in Nederland. En met deze winsten, daar hoopte hij dat hij zou krijgen, die heette de koloniale baten, wilde de koning belangrijke infrastructurele werken aanleggen, zoals de kanalen, het wegennet, spoorwegen. En hij wilde ook de industrie tot bloei brengen. Nou, vanuit Den Haag worden de ambtenaren uitgezonden om bij het gouvernement te werken. Over het algemeen gaan alleen mannen naar de kolonie en stichten daar hun gezin. Het was toen niet zo gemakkelijk om heen en weer te gaan. Door de lange afstanden en waren toen nog stoomschepen. En als je ging met boot ging, of met schip moet je zeggen, dan moest je helemaal om Afrika heen om naar Nederland te komen. De reis duurde vaak een aantal maanden en het was heel erg afhankelijk van de seizoen. Een van de belangrijkste gewassen die geteeld was suikerriet. En rechts, even kijken hoor, rechts op de dia ziet u een suikerfabriek.
Suikerriet had bepaalde eigenschappen. Die moest eerst verwerkt worden tot suiker, voordat dat naar Nederland verscheept kon worden. En voor het maken van suiker werden particuliere ondernemers aangetrokken die een suikercontract met het gouvernement moesten aangaan. En suikercontracten waren erg gewild, omdat ze heel erg winstgevend waren. In het begin waren deze contracten voornamelijk in handen van Chinese ondernemers. Maar toen daar de winsten echt begonnen te lopen, dachten ze van nou, we kunnen het beter maar zelf in handen hebben. En werd het aan Europese ondernemers uitgegeven. En wie waren dat? Die mensen aan wie de suikercontracten gegeven werden. Nou, de Europeanen die daar waren, dat waren vooral ambtenaren. Officieren, van familieleden van ambtenaren. En ook oud-ambtenaren en nog gepensioneerde officieren. En zij wilden heel graag zo'n suikercontract. En zij hebben dit ook gekregen door het gouvernement. Want er waren hele dichte relaties tussen het gouvernement en natuurlijk de ambtenaren en het leger. Maar dat was eigenlijk niet alleen. Er werd daarnaast ook heel veel gedaan aan technische innovatie. De winstgevendheid kent haar hoogtepunt rond de jaren 50 van de 19e eeuw. Maar dit succes had haar keerzijde. De teelt en productie gingen gepaard met uitbuiting van arbeid en de suikerrietteelt ging ten koste van de rijstteelt, waardoor op verschillende locaties hongersnood uitbrak. In 1948, we zijn al even wat verder, wordt Nederland een parlementaire democratie. Hier zien we een dia van de Tweede Kamer. Niet langer heeft de koning het voor het zeggen in de kolonie. De koloniale zaken worden van toen af aan behandeld in de Tweede Kamer. In de jaren 60 van de 19e eeuw waaide er een liberale wind door de regering. De gedwongen gouvernementscultures en de hiermee gepaardgaande misstanden waren een doorn in het oog van de liberale regering. Dit leidde tenslotte in het einde van het cultuurstelsel in. Veel rijkdom uit de koloniën komt door verwevenheid van het bedrijfsleven met de ambtenarij en het leger. En deze mensen komen allemaal terecht in Den Haag. De zogeheten suikerbronnen en hun families vestigen zich in Den Haag. Ja. In het midden van de 19e eeuw worden daarom in Den Haag huizen gebouwd voor deze rijke toplaag. Het deftige Willemspark, de Alexanderstraat en de Sofialaan. Je kunt hier zien, het is wel leuk, vanochtend was ik er ook. En dan ga je toch weer met andere ogen kijken naar de buurt. Dat is wel heel mooi. Een van deze families, van die suikerbronnen, was de familie Bout. Een van de telgen woonde aan de villa aan de Sofialaan 10. Dit is het voormalige woonhuis van Guillaume Louis Bout. En zijn vrouw Wilhelmina Jacobina Theodora, echt enorm veel namen, Couperus. Bout heeft bij het gouvernement in verschillende functies vervuld. Heeft daar verschillende functies vervuld. En is later minister van Koloniën geworden. Hij is een neef van Jean Chrétien Bout. Die onder andere gouverneur-generaal in Nederlands-Indië was. En ook minister van Koloniën ten tijde van het cultuurstelsel. Ook zijn familie is in bezit gekomen van de suikercontract. Dus zij hebben gewoon echt veel winst gekregen gehad uit hun periode in Indië. Guillaume's vrouw, en dan zie je hoe alles met elkaar gerelateerd is, was een zus van de vader van de bekende schrijver Louis Couperus. Zijn kleindochter trouwde met Louis Couperus. Ook de leden van de familie Couperus hebben, zoals u weet, hechte banden met Nederlands-Indië. Ook deze familie is in bezit geweest van de suikerfabriek. En hebben daar dus ook hun fortuin vandaan. Nog een ander punt wat ik hierbij moet zeggen. Sofialaan 10, dat is dit gebouw hier rechts. Dat is nu ook vestigingsadres van het Indisch Herinneringscentrum. Dus wij zijn nu gevestigd in een oud koloniaal gebouw. Even kijken, als we verder in de tijd gaan.
veranderen er vele dingen. Na de opening van het Suezkanaal in 1869 en de opkomst van stoomschepen wordt de reistijd naar Nederland aanzienlijk verkort en ook de reistijd naar Nederlands-Indië. Hierdoor kunnen er meer ambtenaren en militairen naar de kolonie komen en ze kunnen ook gemakkelijker op verlof. In deze periode, dus na 1960, breidt Nederland haar grondgebied in de kolonie ook veel verder uit. Pas in 1914 heeft Nederlands-Indië de grenzen die we nu kennen. Als je kijkt naar de periode tussen 1870 en 1914, dan zie je dat hier Java, Borneo, Sumatra. En eind 1914 is het hele gebied onder Nederlandse invloed. Dus dat is best wel in een hele korte tijd is dat gegaan. Dus helemaal niet zo dat al vanaf het begin van de 19e eeuw, nee, het gaat echt stapsgewijs. En het belangrijkste is na de opengooiing van de gebieden, dat Nederlands-Indië haar gebied heeft uitgebreid en ook andere koloniale of andere landen waren bezig met zoveel mogelijk land te koloniseren. Dus een soort rat race was het toen. Vanaf het begin van de 20e eeuw gaan steeds meer Nederlandse vrouwen, eventueel met hun kinderen, met hun man mee naar de kolonie of trouwen met de handschoen. De gezinnen hebben na een aantal jaar, meestal 4 of 5 jaar, recht op verlof. Ze gaan dan terug naar Nederland en een voorkeurstad is Den Haag. Ze verblijven daar vooral in pensions en hotels. Ook na hun pensionering wordt Den Haag hun favoriete vestigingsplaats. Kijk, je ziet ook dat er nu aan het einde van vanaf 1860 en dan tegen het einde van de 19e eeuw worden er nieuwe buurten gebouwd. Je ziet, dit is dan eerst komt de archipelbuurt en dat is het Statenkwartier. Het zijn echte Indische buurten worden dit. Den Haag heeft zich dus door de tijd heen ontwikkeld tot Indische stad, van waar Indiëgangers vertrokken. Verlof hielden en zich tenslotte als het mogelijk was vestigde. Maar voor die tijd was het Den Haag eigenlijk al veel duurder geworden. Dus niet iedereen kon meer in Den Haag wonen. Zo geliefd was Den Haag. En de meesten gingen toen in de Veluwezomer wonen of rond Apeldoorn of in het Gooi. Dat was ook een plek waar veel mensen gingen wonen. De Tweede Wereldoorlog veranderde alles. In mei 1940 breekt de oorlog in Nederland uit. Na de Japanse aanval op de Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor op 7 december 1941 verklaren Amerika, Engeland en Nederland de oorlog aan Japan. Alle continenten zijn nu betrokken in de oorlog en de Tweede Wereldoorlog is uitgebroken. Op 8 maart capituleert het KNIL en wordt Nederlands-Indië door Japan bezet. De maatschappelijke verhoudingen in de kolonie veranderen drastisch. De witte Nederlanders en een deel van de Indo-Europeanen worden geïnterneerd in Japanse kampen. En om een beeld te geven van wat dit betekende, wil ik jullie deze animatie laten zien. Deze is representatief voor de verandering die ze voltrok binnen de Europese witte gemeenschap. Deze animatie is afkomstig uit de tentoonstelling Ons Land, Decolonisatie, Generaties, Verhalen. De tentoonstelling die het Indisch Herinneringscentrum samen met het Molukse Historisch Museum heeft gemaakt en die nog steeds open is de komende 5 tot 7 jaar. Dus hij is niet afgelopen. En dit is het verhaal van de familie Liefland. Kleindochter Robin vertelt het verhaal. Kijk of hij het doet. Ruim 15 jaar woonden mijn overgrootouders in Nederlands-Indië. En in die jaren hadden ze een prachtig leven voor zichzelf opgebouwd. Ze hadden talloze vrienden, een rijk sociaal leven met muziek, toneel en mooie rondreizen. Mijn overgrootvader was leraar. Mijn overgrootmoeder gaf pianolessen en concerten. Vanwege hun banen stonden ze, anders dan de meeste witte Nederlanders, midden in de samenleving. De kolonie bood hen een mondain leven met een mooi toekomstperspectief die ze in Nederland niet hadden kunnen verwezenlijken.
Het leven lachte hen toe. Van al het moois dat ze kregen, was er niets mooier dan hun drie kinderen. Ruud, Han en Ineke. In december 1941 wordt hun jongste dochter, mijn oma, gedoopt. Om precies te zijn, op 7 december 1941. Diezelfde nacht voert Japan de aanval op Pearl Harbor uit. De dag daarop verklaren meerdere landen, waaronder Nederland, Japan de oorlog. De dag daarop wordt mijn overgrootvader gemobiliseerd. Nog geen 3 maanden later capituleert het KNIL. Na 3 maanden is de onderdrukker de onderdrukte geworden. Mijn overgrootvader wordt door de Japanners met vele anderen krijgsgevangen genomen. Mijn overgrootouders raken alles kwijt. Hun huis, hun spullen, hun vrijheid en bovenal elkaar. Hij wordt als dwangarbeider te werk gesteld aan de Birma-Siam spoorlijn. Zij komt met 3 kinderen in een Japans interneringskamp in Medan terecht. Het mooie leven dat ze samen hebben opgebouwd is voorbij. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt de Indische gemeenschap in Den Haag afgesneden van de Indische gemeenschap in Nederlands-Indië. Den Haag wordt tijdens de Duitse bezetting hard getroffen, omdat het onder andere deel wordt van de Atlantikwal en getroffen wordt door het bombardement op de Zuiderhout. Na Rotterdam heeft deze stad, heeft Den Haag, de meeste oorlogsschade en aan het eind van de oorlog is er groot tekort aan woonruimte. In Nederlands-Indië capituleert op 15 augustus 1945 Japan. En op 17 augustus 1945 roepen Sukarno en Hatta de Republiek Indonesië uit. Nederland erkent dit niet. Na de komst van de Britse troepen in september 1945 lopen de spanningen steeds verder op en de Perseo-periode breekt uit. Een extreem gewelddadige periode volgt, waarin de Republiek zijn verworven vrijheid wil behouden en Nederland zijn rol als kolonisator wil herstellen. Na de Basio-periode breekt de koloniale oorlog uit. Nederlands-Indië, / Indonesië, het is maar wanneer je de onafhankelijkheid plaatst, kent een lange oorlog. Die duurt eigenlijk van 1942 tot aan de soevereiniteitsoverdracht van 27 december 1949. En gedurende deze tijd zijn vele slachtoffers te betreuren. Eind 1945 komt de repatriëring, de evacuatie van oorlogsgetroffenen naar Nederland op gang. Het is het begin van de repatriëring of migratie naar Nederland. In totaal zullen er zo'n tot 1968 ruim 300.000 mensen naar Nederland komen. We gaan weer terug naar Den Haag en haar repatrianten. Door de hechte vooroorlogse banden had vestiging in Den Haag de voorkeur. Den Haag werd overspoeld door Indische repatrianten. In de periode 1946 tot 1964 zullen er zich zo'n 60.000 tijdelijk vestigen, waarvan 30.000 definitief. Na de soevereiniteitsoverdracht in 1949 wordt het bestuursapparaat ontmanteld en het KNIL opgeheven. Oud-Indische ambtenaren, maar ook militairen, komen met hun gezinnen in grote getalen naar Den Haag. Volgens de historicus Annemarie Cotard zijn dit er in de eerste helft van 1950 4.000 personen, wat volgens haar neerkomt op 167 gezinnen per maand. Huisvesting vond plaats in contractpensions, inwoning per particuliere of familie. Er worden maatregelen getroffen om de toestroom te stuiten. Men mag zich alleen vestigen in Den Haag als men ook economische binding heeft. Ook in de jaren 50 en 60 blijft Den Haag een geliefde vestigingsplaats. Al deze repatrianten hebben in de periode in de jaren 50 tijdelijke huisvesting. De overgang van tijdelijk naar vaste huisvesting verloopt moeizaam door het grote woningentekort.
Vanaf 1952 tot 1962 worden er in Den Haag woningwetwoningen aan Indische gezinnen toegewezen in de nieuwbouwwijken Bouwlust en Morgenstond. Hierdoor ontstonden er nieuwe Indische buurten. Even kijken, ik heb net de verkeerde slide, maar dat geeft niet. Den Haag had in deze periode, na Amsterdam, de meeste toewijzingen van nieuwbouwwoningen, 1351. Samen met de repatrianten die op eigen kracht aan woonruimte konden komen, door huur of koop, was het aantal dus zo'n 30.000. Dat is best wel heel veel. Ik zal nog even terug, want hier zie ik nog plaatjes van even iets verder. Het zijn plaatjes van de nieuwbouwwijken. Prachtige flats, echt jaren 50. Het is, ik vond het wel heel wel mooi om dat te zien. Als je dat vergelijkt met die andere wijken in, die in de 19e eeuw werden gebouwd, dan is dit toch wel heel iets anders. Ja. Dit nijpende probleem van huisvesting is slechts één van de problemen waar de Indische repatrianten mee te maken kregen. De bekende Indische auteur Alfred Burney komt met zijn familie in de jaren 50 ook in een van die twee nieuwbouwwijken te wonen. Hij vat de problemen in het volgende fragment samen. Een mix van oud-oorlogstrauma's, het zich niet welkom voelen, onbegrip en disinteresse vanuit de Nederlandse samenleving. De herinneringen hieraan zijn in de loop der tijd de Indische herinnering gaan beheersen. Mijn vader. Even kijken. Hier zie je mijn vader in zijn nadagen in Malaga. Hier zit hij lekker in de zon, de oudstrijder. Mijn vader die groeit op in Surabaya. Hij is nog jong en dan heb je eerst de Japanse bezetting. Tijdens welke hij verzet pleegt met zijn kameraden. Dan heb je die Engelsen. Hij gaat mee met de Gurkha's die Indonesiërs vermoorden. Daarna meldt hij zich bij de Veiligheidsdienst Mariniersbrigade. Hij klimt op tot hoofd van de afdeling verhoor. Hij past martelmethodes toe om Indonesiërs aan het praten te krijgen. Dus overal waar geweld was, daar trok mijn vader heen. Goed, dan komt hij dus hier in Nederland met zijn oorlogsherinneringen. Hij trouwt met een Nederlandse vrouw, met mijn moeder, krijgt 5 kinderen. En wat ik meemaak als jochie is gewoon een paranoïde vader die 's nachts met zijn mariniersdolk door het huis spookt. Ja, dit is die mariniersdolk van mijn vader. En dan moet je je voorstellen, je ligt, ik ben 7 jaar. En je ligt te slapen in de slaapkamer en dan gaat het ganglicht aan. Ja, je zal wel denken, ja, dit is Alfred Hitchcock, maar het is echt waar. En dan zie je die schaduw van deze dolk, die zie je op je slaapkamermuur verschijnen. En dan zie je je vader komen. Oké, daarachter. En dan, wat denk jij dan als 7-jarige? Je denkt, hij komt mij vermoorden. Je denkt niet van, oh, dat is mijn vader, die ziet spoken. Die ziet Indonesische vrijheidsstrijders voor zich. Als 7-jarige begrijp je helemaal niets van paranoïde mensen. Want die man die was paranoia. Die hoorde iets, die rolt uit zijn bed, pakt zijn mariniersdolk en gaat het hele huis door op zoek naar Indonesische vrijheidsstrijders. Mijn vader kon hier absoluut niet aarden. En waarom niet? Omdat in Nederlands-Indië, daar kon je aan baantjes komen via. Maar hier in Nederland, nou ja, je weet hoe het hier gaat. Hier moet je solliciteren en je moet diploma's hebben en je moet dit en dat en dat. Dus aan die cultuur kon hij al niet wennen. In de tweede plaats, ja, hij was bruin. Hij was een Indo en hij kreeg natuurlijk ook te maken met racisme op de werkvloer.
en op straat. Voorbijgangers die stopten en die zeiden van... heb jij kinderen van een Indisch man? Zo ging dat. Dus mijn moeder die begon zich te schamen. Want die kreeg dus ook te maken met racisme. Want zij werd gezien als een blanke / witte vrouw... die met een man uit Apenland was getrouwd. Daar moest je niet mee aankomen in de jaren 50. Dus hoe kun je je dan ooit hier thuis voelen? En hij nam het oorlogsverleden mee. Hij mishandelde mijn moeder en zijn kinderen. En met mij voorop, ik was de oudste. Dus, in die families van toen ben je als oudste een soort verlengstuk van je vader. Dus ik moest om mijn broertjes letten. Ik moest zorgen dat zij om 5 uur thuis waren. En niet om 1 minuut over 5. Maar mijn broertjes gingen mij dan plagen en die gingen zich verstoppen. En waren ze om 1 minuut over 5 thuis, dan stond mijn vader daar. En die sloeg me dan het huis door, omdat ik mijn werk niet goed had gedaan. Ik heb uiteindelijk 30 jaar aan de Top van Java gewerkt. Ik heb heel veel ex-militairen heb ik natuurlijk gesproken. En niet alleen maar mijn vader. En ik heb honderden boeken gelezen, fictie, non-fictie, over die tijd... Maar ook over eigenlijk de hele koloniale geschiedenis. Om die oorlog te begrijpen wilde ik alles in een zo breed mogelijk perspectief hebben. Ik denk dat ik in mijn hele leven op zoek ben geweest naar motieven om mijn vader te kunnen excuseren voor wat hij mij en mijn broers en zussen en mijn moeder heeft aangedaan. Ja, ik liep vaak rond met het gevoel alsof hij mij haatte. En naarmate ik vorderde met al dat lezen en dat uitpluizen van die hele Indische geschiedenis... kwam ik steeds dichter bij de beweegredenen van mijn vader. En kwam ik op een gegeven moment... tot de slotsom van, ja, ik was jouw probleem niet. Jij was je eigen probleem. En jouw verleden was je probleem. En in veel bredere zin, het hele kolonialisme was jouw probleem. Ja, het was een van de mooie fragmenten van Alfred Burney. Het is echt een rasverteller. Het was prachtig toen wij die opnames maakten. En toen hij van 4 uur 's middags tot 9 uur 's avonds eigenlijk volgesproken heeft. En ik mocht op de eerste rij meekijken. Het was echt een one-man show. Maar hij doet dat zo fantastisch, moet ik zeggen. Maar waar hij het over heeft, is over de nasleep van de Japanse bezetting en de dekolonisatie. De Nederlandse regering wordt verantwoordelijk gehouden. Voor de nog niet opgeloste kwesties met betrekking tot de Japanse bezetting en de dekolonisatie. De Indische gemeenschap is na de oorlog helemaal verspreid over Nederland. Den Haag wordt dan de centrale plek waar de grieven worden geuit. Er wordt in Den Haag geprotesteerd om kwesties als de back pay, dat zien jullie hiervoor, deze... de Molukse kwestie, hier naar rechts. Over de periode in de jaren 50 in Indonesië, waarvan ze hier in Nederland vinden dat er te weinig voor de Indische gemeenschap gedaan worden. Over de Nieuw-Guinea-kwestie, daar wordt ook geprotesteerd bij de regering. De opvang in Nederland wordt door de meeste repatrianten als kil ervaren. En het paternalistisch beleid rond de integratie van de Indo-Europeanen wordt als ronduit vernederend ervaren. Veel Indische Nederlanders hebben zich niettemin toch geruisloos geïntegreerd in de Nederlandse samenleving. Ze zwijgen niet alleen over hun eigen identiteit, maar ook over hun oorlogservaringen. Vanaf de capitulatie blijft een aantal kwesties onopgelost. De voornaamste hiervan zijn het uitblijven van de uitbetaling van achterstallige salarissen en soldij, de zogeheten back pay, en het herstel van oorlogsschade door verloren bezittingen en spaargelden. De onvrede rond deze zaken
pak het ook andere onvrede aan. Eén daarvan is de behandeling van de slachtoffers van de Japanse bezetting tijdens de nationale dodenherdenking op 4 mei. Zo maken de slachtoffers van de Japanse overheersing pas vanaf 1950 officieel deel uit van de nationale dodenherdenking van 4 mei. Op 29 april vindt de bijzetting plaats van de 12e urn. En die wordt bijgezet in het Nationaal Monument op de Dam. Want daar zijn 11 van alle provincies, heb je daar een urn die daar in het monument gezet is. Tegen de bijzetting van de 12e urn is altijd heel veel tegenstand geweest. Met name door de koloniale oorlog. Op 29 april 1950 wordt deze bijgezet. En de grond die in die urn aanwezig is, is afkomstig van alle erevelden in Indonesië. Dus het heeft best wel heel lang geduurd voordat ook de Indische slachtoffers werden erkend. Binnen de Indische gemeenschap bestond een grote behoefte aan de nationaal Indië-herdenking. Op 15 augustus 1970, 25 jaar na de capitulatie van Japan, vindt er voor het eerst een nationale Indië-herdenking plaats. Deze wordt gehouden in het congresgebouw in Den Haag. In 1980 wordt de Stichting Herdenking 15 augustus 1945 opgericht. Vanaf dat jaar wordt ieder jaar een herdenking georganiseerd op steeds andere plaatsen in het land. Uiteindelijk wordt in 1988 een eigen nationaal monument opgericht in Den Haag voor de herdenking van de oorlogsslachtoffers uit voormalig Nederlands-Indië. En we zien nog steeds dat elk jaar een grote bijeenkomst is, een grote herdenking. Maar de laatste tijd zijn er ook weer op andere plaatsen herdenkingen gekomen als... Ja, toch omdat ze niet eens zijn over wie er herdacht worden op 15 augustus in Den Haag. Dus er zal altijd strijd zijn. Een kleine 10 jaar later... Even kijken hoor. Ja. Een kleine 10 jaar later worden in Den Haag initiatief ondernomen om niet alleen te herdenken, maar ook de herinnering aan de Japanse bezetting, de Pasir-periode, koloniale oorlog en de nasleep van de decolonisatie levend te houden. Het ministerie van VWS subsidieert dit initiatief. Het eerste Indisch herinneringscentrum opent in 1998 en sluit door interne problemen in 2001. Je kunt hier zien, dat was in Hogeweg 1, Scheveningen. Het tweede Indisch herinneringscentrum, beter bekend als het Indisch Huis, vestigde zich in de Javastraat. Dat was in 2001 tot 2006. Ook dit herinneringscentrum ging ten onder aan interne strubbelingen en problemen. Het derde Indisch herinneringscentrum opent in 2017 en kiest als vestigingsplaats kiest Arnhem op Museum Brombeek. Kijk. Dit was de boerderij waar wij zaten. En dat had je niet alles. We hadden alleen dat bovenverdiepingje. Dat was heel anders dan die grote monumentale gebouwen die eerder waren. In 2017 keert het Indisch Herinneringscentrum terug naar Den Haag. Waar wij naar ons eigen idee veel meer thuis horen dan op het landgoed bij de militairen in Arnhem. En dit jaar bestaat het Indisch Herinneringscentrum 15 jaar. Dus best wel een hele tijd. Zonder dat wij ten onder zijn gegaan. Dus dat is heel mooi. De strijd om de uitbetaling van achterstallige soldij en salarissen tijdens de Japanse bezetting kent een lang traject. Tijdens de Japanse bezetting zijn ambtenaren en militairen ofwel burger geïnterneerd ofwel krijgsgevangen gemaakt. Tijdens deze periode van de internering stopt de uitbetaling van salaris en soldij. Dit staat in schril contrast met andere krijgsgevangenen en burger geïnterneerden die wel uitbetaald krijgen door hun werkgever. Zo krijgen de mensen die in dienst waren bij de Koninklijke Marine wel hun soldij uitbetaald, maar degenen die werkten bij de Gouvernementse Marine niet. Ook een aantal grote bedrijven, zoals de Bataafse Petroleummaatschappij, BPM, wat nu Shell is,
heeft salarissen uitbetaald. Na de oorlog is deze kwestie nooit naar tevredenheid opgelost. Eind jaren 40 wordt door de overheid rehabilitatieuitkering betaald. En dit is dan de Indische overheid. Dit was niet het volle bedrag, maar een tegemoetkoming van een aantal maanden salaris. De schatkist was ook helemaal leeg. Dit was een financiële strop voor betrokken ambtenaren en militairen, die daarnaast ook hun persoonlijke bezittingen kwijt waren geraakt. Zij keerden vaak in bittere armoede terug naar Nederland. In de loop der jaren laait deze discussie steeds weer op en het is de Nederlandse overheid nooit gelukt om deze kwestie naar tevredenheid af te handelen. Maar vanuit de overheid wordt er steeds nieuwe pogingen ondernomen. Eind 2015 stelt de toenmalige secretaris Martin van Rijn van het ministerie van VWS de uitkeringsregeling backpay in. Dit bestond uit een individuele uitkering en een collectieve uitkering. De individuele uitkeringen werden uitbetaald aan oud-kneelmilitairen en Indische ambtenaren die nog recht hadden op de backpay. Daarnaast werd er uitvoering gegeven aan de collectieve erkenning. Met de collectieve erkenning wil het kabinet de betekenis en het belang van de gedeelde geschiedenis voor de toekomst borgen. De collectieve erkenning bestaat uit 3 programmalijnen: herdenken, contextgebonden zorg en de inrichting van ontmoetingsplek. Ze zegt, of hij op het ministerie zegt, een Indische pleisterplaats die voorziet in een ontmoetingsfunctie, scholing en educatie en een museale en kennisfunctie heeft. Bovendien kan deze mogelijkheden bieden voor culturele activiteiten. Dit laatste is Museum Sophiahof geworden. En in Museum Sophiahof zijn 5 nationale Indische organisaties verenigd. Het Indisch Herinneringscentrum, het Molukse Historisch Museum, het Indisch Platform, Stichting Palita en de Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945. Maar ook deze afdoening is voor een groep binnen de Indische gemeenschap niet naar tevredenheid. Er wordt weer geprotesteerd. En dit vindt plaats bij de opening in 2019 door de koning als Museum Sophiahof geopend wordt. En de koning gaat dan in gesprek, in dialoog met de mensen die daar staan. Ja. Het zal altijd een open wond blijven. Het Indisch Herinneringscentrum is gevestigd in Museum Sophiahof. Samen met het Molukse Historisch Museum hebben we de tentoonstelling Ons Land, Decolonisaties, Generaties, Verhalen gemaakt. Hier worden de verhalen over de decolonisatie verteld aan de hand van 8 families. Het verhaal is nog niet af. Er komen nog veel meer verhalen. Het Indisch Herinneringscentrum wil een platform zijn voor dialoog, waar gesprekken aangegaan worden over dit proces vanuit verschillende perspectieven, door verschillende generaties en met respect voor elkaars meningen. We richten onze blik niet alleen naar het verleden, maar ook naar het heden. Wat betekent de decolonisatie nu nog voor betrokkenen? In het volgende fragment en laatste fragment komt Julia Jouwe aan het woord. Julia is de kleindochter van de Papua-voorman Nicolas Jouwe. In 1962 worden ze gedwongen Nieuw-Guinea te verlaten. Haar grootouders, haar vader en oom komen aan in Nederland en zij worden opgevangen in Den Haag door haar Indische overgrootmoeder, de moeder van haar oma. Julia vertelt over wat de decolonisatie voor haar nu nog betekent. Even kijken hoor. Dank u wel. Mijn opa heeft een heel lang document opgetypt met in dit archief dus allemaal reacties daarop vanuit de Nederlandse overheid. En jou en de Nederlandse politiek. Mijn opa is overleden en zijn vrouw, oma Jouwe ook. Maar ja, ik denk wel nog heel vaak aan hun en inderdaad, wat ze hebben meegemaakt in heel die reis. Ik denk dat vooral voor mijn opa, dat echt zijn hart gewoon werd gebroken. Ja, echt ontworteld worden van
je plek. Dus dat is eigenlijk als waar. Dan moet je ook nog eens dealen met dat je dan hier in een land komt van de kolonisator, waar er dus op jou wordt neergekeken. Onze pijn komt daar vandaan. Maar het geeft mij tegelijkertijd heel veel kracht om die strijd door te zetten. Oh, dit gaat blijkbaar wel over een stukje dat mijn opa heeft geschreven. Beleefd deel ik u allen mede dat ik zeer dringend uw geldelijke steun nodig heb tot het voeren van een actie in Nederland. Oh, wat grappig. Hij vraagt eigenlijk of hij naar Nederland mag komen omdat er verkiezingen gaan plaatsvinden. En hij vindt dat hij op tournee moet door Nederland om aan iedereen onze zaak te bepleiten. We hebben echt zo'n solide verhaal en het recht staat echt aan onze kant. Dus het is wat mij betreft gewoon een kwestie van het goed kunnen overbrengen. En het verhaal überhaupt vertellen. Want als mensen het horen, dan is het sowieso altijd van jeetje, goh, ik wist dat niet. Als ik dat geweten en oh, wat erg. En daar gaat het eigenlijk om, dat mensen het gewoon horen. Ja, ik denk ook dat ik daarom activist en journalist ben geworden. Ik voer de strijd anders, denk ik, dan mijn opa. Ik geef gastlessen op scholen over West-Papua, de geschiedenis. Verder zet ik journalistieke projecten op, ook omtrent West-Papua. De heer Jouwe zoekt overal grondzaken. Hier staat, ik vind dat de heer Jouwe zo langzamerhand wel te ver gaat in zijn ter verantwoording roepen van allerlei instanties. Hetgeen buiten zijn opdracht en buiten zijn bevoegdheid valt. Hij weet de grenzen niet meer. Volgens mij wist hij donders goed wat de grenzen waren, maar grenzen moet je af en toe verleggen. Ik vind het grappig dat zijn karakter en zijn felheid en die passie, dat dat hier zelfs in hele droge overheidsdocumenten, dat het daar, dat het er helemaal van doordrenkt is eigenlijk. Dat vind ik heel leuk om te zien. Ik heb ook nog steeds hetzelfde ideaal als mijn opa, een vrije West-Papua. Ja, dat is gewoon het ideaal, een West-Papua zonder kolonialisme en ja, een West-Papua waarin de mensen zelf de regie in handen hebben. Een West-Papua waarin ook traditionele levensvormen en levenswijzen weer worden omarmd, die bijvoorbeeld ook de natuur respecteren. Maar dat kan niet als het nog steeds wordt bezet door Indonesië. Want Indonesië, zij zijn gewoon blind geworden door het goud dat op West-Papua ligt. En zij willen winst maken, koste wat kost. Dus ik geloof er niet in dat het gebied in ere hersteld gaat worden zolang Indonesië daar nog zit. Dus ja, Indonesië moet gewoon wel weg. Nou, met dit fragment wil ik mijn lezing afsluiten. En ik wil u hartelijk danken voor uw aandacht. Ja. Zo, lieve mensen, ik denk dat er vast nog wel vragen zijn in de zaal. En ik hoop dat ik makkelijk bij u kan komen met de microfoon. Het is een beetje dicht op elkaar gezet allemaal. Wie heeft een vraag aan Margaret? Ik zie hier meneer vooraan. Mijn naam is Herman Wubben. En ik trek er even op het jaartal 1968. U zei dat zeg maar, de mensen uit het voormalige Nederlands-Indië, Indonesië, tot 1968 terugkwamen. Waarom tot 1968 en niet nog verder? Wat is er, is er met die data, met dat jaar? Ja, dat is elke keer zijn heel veel mensen allemaal verschillende data aanhangen of in verschillende jaren. Waar we wel naar gekeken hebben is waar, hoe de golven gingen. En dat hebben we aan de hand van het CBS gedaan, van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En als je dat in een grafiek zet, dan zie je steeds dat er golven komen van aankomst. En de laatste golf is rond 1965 en die eindigt dan 68 en dan heb je nog mensen die komen vanuit. Maar het zijn vaak mensen die gewoon naar Nederland komen en die weinig met de koloniale periode te maken hebben. Oké. Dank u wel. Dank u wel. Wie heeft er nog een vraag aan Margaret? Daar, zegt. Ah, ik kom even naar u toe, mevrouw. Moment, ik zie hier ook nog wat mensen. Okay. Ik ga eerst even naar deze mevrouw. Even kijken. U was het, hè? Wie was het? Oh, u.
Ja, wat ik me afvroeg is hoe er door de Indische gemeenschap wordt aangekeken tegen de indertijd lopende aanvragen die ingediend konden worden bij de Nederlandse overheid. Ik heb heel lang bij Pelita gewerkt, mm-hmm. bij de WUF en de WUBO. Yeah, uh-uh. Wat is de positie daarvan ten aanzien van dat backpay, wat u wel noemt? Hoe werd er tegen aangekeken tegen die mogelijkheid voor die aanvragen? Welke plaats neemt dat in? Nou, je Dank hoort u. Er weinig over, dat mensen aanvragen indienen bij de WUF, de WUBO en de AOR. Dat blijft eigenlijk een beetje onder de radar. Er zijn vrij veel aanvragen geweest, want ik werk heel toevallig ook bij de pensioenuitkeringsraad, bij de raad. En ik ben daar al sinds 2000 ben ik daar werkzaam. En je ziet dat er op een gegeven moment waren er heel veel aanvragen. Maar de mensen willen het niet vertellen aan hun kinderen en aan hun familieleden. Iedereen houdt het voor zich. Het is ook een hele persoonlijke aanvraag. En daarom hoor je er ook niet over. Maar heel veel geld gaat naar de meeste mensen die wij hebben. Met name bij de WUBO, Wet Uitkering Burgeroorlogsgetroffenen. En natuurlijk de echte Indische regeling, de AOR, Algemene Oorlogsongevallenregeling. Die komen allemaal uit Nederlands-Indië. En dat is best wel een grote groep. En de WUF ook natuurlijk. Want als je dan kijkt naar wie er een WUF-uitkering krijgt, is het natuurlijk de Joodse gemeenschap. Maar daarnaast is de andere grote groep, dat zijn de Indische mensen. Ja. En in tegenstelling tot de andere vervolgden, wordt bij de, voor de Indische groep, worden de KLIL-militairen wel aangenomen als vervolgingsslachtoffers. Want eigenlijk is er voor militairen andere regelingen, maar KNIL-militairen worden er wel onder geschaad. Ja. Ik zag op de voorste rij nog een paar vragenstellers. Daar ga ik nu even naartoe, als ik het goed heb. Er was iemand met een... Ja, u. Ja, hoi. Ben zelf schrijfster van een boek, ook al. En dat ligt hier op mijn schoot. Het is een verhaal van de eerste generatie Indische Nederlander en ook een heel veteraan. En nou was ik helaas bij een lezing van David van Rijbroek. En die had het erover van, nou, nu ook met de excuses van Mark Rutte afgelopen jaar. Heel veel draait natuurlijk om erkenning. Ik denk dat het een hele belangrijke basis is. Vooral na deze geschiedenis met zoveel pijn, maar ook veel veerkracht, denk ik. En hij zei eigenlijk van, misschien zitten we daarmee nu op 25 van de 100 kilometer, zeg maar. Dus we hebben ook nog wel een weg af te leggen. En mijn vraag zou eigenlijk zijn, wat zou ons helpen om die weg af te leggen in met elkaar praten? Wat helpt om die erkenning te geven voor zo'n geschiedenis? Nou, ik denk dat het gewoon heel moeilijk is, want misschien zitten we nu op die 25 kilometer. Maar een heleboel mensen van de eerste generatie die overlijden. We houden dan tweede en andere generaties over. En de pijn en de erkenning, dat verandert door de tijd. Wat de mensen van de eerste generatie aan erkenning willen, speelt niet met de tweede, bij de tweede generatie. De tweede generatie die heeft met name te lijden gehad over wat de eerste generatie heeft meegemaakt. En wat zij vaak willen, wat ik dan opmerk, is dat zij een soort, net zoals Bernie ook zegt, een soort rechtvaardiging wil zien van wat hen is aangedaan, van wat hun ouders hebben aangedaan, terwijl de ouders zelf vaak helemaal niet in de gaten hebben dat ze dat gedaan hebben. Die denken van, nou, wij praten er niet over, dan belasten wij de kinderen hen ook niet mee. Maar zo gaat dat niet, zo werkt dat niet. Het wordt toch doorgegeven op non-verbale manier of op andere manieren. Ja. En zij zijn zich soms van geen kwaad bewust. Totdat hun kinderen zeggen, ja, maar ma en pa, er ligt toch wel even iets anders. Ja. En wij hebben er last van. Ja. Mooi om terug te horen. Ik denk ook dat er heel veel verschillende ervaringen zijn. En de hoofdpersoon van mijn boek is weer een heel andere vader geweest voor zijn dochter. Ja. Dan het voorbeeld van de top van Java. Ja. Dat is ook wel wat extreem, hoor. Ja. Ja. Snap ik. Maar er zijn natuurlijk heel veel differentiaties in. En wat zou helpen voor de jongste generatie? Hebben jullie daar ook een beeld van? Ik ben zelf 30. Die zijn erg op zoek naar hun identiteit. Mm-hmm. En wij proberen dat te faciliteren door met name evenementen, maar ook een soort kennis,
centrum op te zetten. En met name, daar zijn we nu mee bezig, een digitale of een webportaal gaan we maken, waarin we allerlei archieven ontsluiten. Met name om op zoek te gaan naar je persoonlijke familiegeschiedenis. Dus veel, met veel persoonlijke gegevens. En plaatsen we, daar zijn we nu nog mee bezig, pas over 2 jaar is dat er. Dat willen we plaatsen binnen de context waarin de belangrijkste thema's binnen de Indische geschiedenis worden beschreven. Zodat als je bronnen hebt, dat je dat kunt plaatsen binnen die context. En ook wordt automatisch context gegenereerd. Want we werken samen met netwerk oorlogsbronnen die daar ook al een voorsprong op heeft. Dus dat is wat we willen. En zij gaan allemaal op zoek naar hun identiteit. Want ze zijn een van de vele groepen nieuwkomers. Zij zien zichzelf ook als toch een groep die van met een andere achtergrond. Omdat ze ook een kleur hebben. En zij zoeken dan naar hun identiteit. En dan gaan ze terug in de tijd. En dan kom je vanzelf op die oorlog en migratie uit. Dat is onmiskenbaar. Je komt daar gewoon op uit. Ja. Dus dat moeten we ook faciliteren om daar meer informatie over te geven. Dankjewel. Ja, gedaan. Dankjewel. Wie heeft nog een vraag? Ik zie daar een mevrouw met een hele mooie rode sjaal. Ja, dank u. Margaret, ik zie heel veel gelijkenissen ook met slavernijverleden. Ja. Je hebt niet gesproken over de tijd van VOC en in Indonesië en zo. Maar ik wil graag weten, wat wordt er door het Indisch Herinneringscentrum gedaan concreet aan de transgenerationele trauma behandeling van de generaties? Ja, daar gaan wij niet zoveel mee in. Daarvoor heb je Stichting Pelita. En die doet dat gewoon veel beter dan wij. En Stichting ARK, omdat zij daarin gespecialiseerd zijn. En wij gaan eigenlijk veel meer de context geven en zeggen van als je problemen hebt, ga dan naar Stichting Pelita. Want zij zijn de organisatie die dat goed kan handelen. Dank je wel. Ja, graag gedaan. Ik zie daar nog een meneer. Kom bij u als me dat lukt. Dat lukt mij wel. Ja. Ja, dank u voor uw verhaal. Arjen van den Burg is mijn naam. Even terug naar Den Haag. U triggerde een beetje dat u zei van het pand waar u nu zit is afkomstig uit suikerkapitaal. Mm-hmm. Heeft het gemeentearchief of ander historisch genootschap in Den Haag al eens een poging gedaan om gewoon op kaart te zetten welke panden allemaal gefinancierd zijn met Indisch kapitaal? Dat lijkt me fantastisch. Ja. Nee, toen ik ermee bezig was, dacht ik er ook aan. Ik denk van het zou mooi zijn om te kunnen zeggen van dat pand heeft te maken, hebben bewoners gehad die in de suiker terecht zijn gekomen. En nou ja, de suikerindustrie heeft bij mij nog altijd nog wel een zwakke plek. En maar het lijkt me ontzettend mooi, want dan kun je dat gewoon heel concreet maken. Met welke families waar terecht zijn gekomen, hoe dat gaat, want hoe heet die, Roger Knight, die heeft geschreven over imperial families. Dat zijn families die echt hun banden hebben met de kolonie, echt generaties lang, en die over en weer geld, families, kennis. Iedereen, het is één netwerk waarin iedereen zit. En dat wordt gewoon doorgegeven. Maar het geldt dus ook voor woonwijken als Archipelbuurt en andere. Ja, dus je kan hier een heel spoor van koloniaal erfgoed laten zien, inclusief ambtenaren, SG. Dus het lijkt me hartstikke goed als iemand dat oppikt. Ja, een grote klus. Nou, je hebt een heel groot archief. Ja. Okay. Dank u wel. Wie heeft nog een vraag? We gaan een beetje afronden aan Margaret. Ik zie nog een vrouw hier. Als hekkensluiter. U begon uw verhaal bij koning Willem I. Mm-hmm. Maar wanneer begint de geschiedenis van de kolonie voor Nederland? Ook onze voorgeschiedenis. Ja, je hebt natuurlijk ook de VOC-periode. Ja. Dus daar, je moet ergens beginnen. Maar de connectie met Den Haag is heel duidelijk verankerd met koning Willem I. En daarvoor heb je natuurlijk die verschillende kamers van de VOC. Den Haag had geen kamer van de VOC. Nee. Wel Delft, Amsterdam, waar heb je nog meer? Horen, Middelburg. Ik begrijp dat u ergens moet beginnen. Ja. Niet, anders hadden we hier nog gezeten. Ja. Maar ik dacht wel, wanneer begint dat? Nederland, onze voorouders in Indië.
Ja, het zijn 1595, 84, iets dergelijks, ja. Rond die tijd, ja. 16e eeuw. Ja, eind 16e eeuw. Ja. Jeetje, dat is een hele lange tijd. Ik denk dat we het moeten afsluiten, tenzij het nog een hele prangende vraag is. Want dan ga ik jou bedanken, Margaret. Ja. Ik heb een mooie bos bloemen voor je gehaald. Dat is wel heel mooi, ja. Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Een prachtige bosbloemen. Prachtig, ja. Ja. Hartelijk dank voor jouw inleiding over dit onderwerp. Ja. Ik heb ook nog een Den Haag boek voor je. En dat is uitgegeven door het Haagse gemeentearchief. Oh, ja. Met onder andere schrijvers als Kees Staal. Misschien ken je die wel. Okay. Of Kees Staal moet ik zeggen. Okay. Alsjeblieft, ik zeg het altijd fout. Ja, alsjeblieft. Dank je wel. Heel erg dank, Margaret. Ja. En nou, dan wil ik tot slot nog even zeggen dat er een tweede lezing is. Want er was heel veel belangstelling voor de lezing. En die vindt plaats op 20 oktober. Aanstaande donderdag dus. Verder op 17 november hebben we een lezing over het stadhuis. Dat viert het jubileum, 25 jaar plus. Dat hadden we eigenlijk 2 jaar geleden willen doen, maar dat is mislukt vanwege de coronamaatregelen. Dus als u het leuk vindt, bent u van harte welkom. Want dan hebben we uitgenodigd 2 voormalige Kemphanen. En dat zijn Adrie Duiverstaan en Stef de Niet. Dus u bent van harte welkom, kunt u ook weer meepraten. En dan op de 23e dan hebben we een lezing over het erfgoed van de vrijmetselaars dat in de oorlog uit Den Haag is geroofd. Dus als u dat leuk vindt, dan bent u van harte welkom. De 23e november, vrijmetselaars erfgoed. En de 17e over het stadhuis. Dus ik wil u heel hartelijk danken voor uw belangstelling, dames en heren. En ik zie u heel graag een volgende keer terug. U kunt onze lezingen vinden op de website. En daar vindt u 16 lezingen. Mogelijk ziet er nog iets van uw gading bij. Graag tot de volgende keer.